We gaan jullie 10 tips geven. Nee, gaan we nu beginnen. Gaan we. Tien tips voor bij het schrijven van een boek. De eerste tip is, wat ons betreft, ontwikkel je smaak en lees heel veel. Lees heel veel Nederlandse literatuur, of in ieder geval in je eigen taal. En lees ook heel veel dingen in een andere taal, als het kan. Tip 2, verdiep je in het boekenvak. Kijk heel erg goed wat uitgevers doen, wat ze uitgeven. Begrijp wat er gebeurt in het vak, voordat je ook maar ergens mee aan de slag gaat. De derde tip is, wie ben jij als schrijver, ken je zelf. Ben je een ochtendmens, ben je een avondmens, ben je een snelle werker, heb je deadlines nodig of niet? Probeer dat voor jezelf even te ontdekken voor je begint. Tip 4, wees authentiek. Dat heeft heel erg te maken met innerlijke noodzaak. Waarom wil je een boek schrijven? Het moet echt vanuit jezelf komen. Ga het niet zitten doen omdat je denkt dat je er rijk en beroemd mee wordt. Vijfde tip. Schrijf schaamteloos. Denk niet dat je moeder altijd over je schouders zit mee te kijken als je een boek aan het schrijven bent, want dan durf je niks meer. Vergeet al die dingen. En de zesde tip is manipuleer de werkelijkheid. Alles wat je schrijft is nep, het is gevormd. Dus ga dat ook gewoon doen en hang niet te veel aan wat echt is. Tip 7. Verwacht niet te veel. Geduld en zuinigheid zijn geboden. Het duurt heel lang. Het is niet makkelijk en rijk word je er niet van. Volg de trends. Dat heeft eigenlijk heel erg mee te maken met wat je wilt schrijven. Dat is dus tip 8. Dus kijk goed wat er speelt en bedenk of je daarmee bezig wil gaan. Tip 9. Geloof niemand in je omgeving als je ze iets laat lezen. Want ze zullen altijd zeggen dat ze het wel goed vinden. En dat is meestal niet waar. Vraag het aan een professional. Ja, echt een hele goede tip. En graag. De laatste tip, tip 10. Wees reëel. Weet je, als je geschreven hebt en het blijkt uiteindelijk toch niet te werken of geen uitgever wil het. Het is ook een prima hobby om te hebben. Dus wees reëel, je hoeft niet per se gepubliceerd te worden. Toch? Vond je dit nou een handige tip? Check dan ook ons YouTube kanaal voor andere video's. Of ga naar onze website cbsbisseling.com. En daar kun je trouwens ook dit boek voor krijgen.